zijn hier op Fort Nieuwersluis, een fort dat midden in de dorpskern van Nieuwersluis ligt. Het fort is een langgerekt gebouw, maar dat is niet het enige wat er is. Er zijn ook allerlei remises en andere geheimzinnige ruimtes, waaronder een klein torenfortje, wat ook nog bezocht kan worden. Fort Nieuwersluis is na de Tweede Wereldoorlog, toen alle forten eigenlijk nutteloos waren geworden, nog heel in gebruik geweest, omdat het eerst als een gevangenis heeft gediend voor dienstweigeraars en voor een vrouwengevangenis is het ook nog geweest. En daarna werd het een atoomvrije bunker voor de bescherming burgerbevolking tijdens de Koude Oorlog. Dus het was een commandocentrum van waaruit alles georganiseerd moest worden in het geval van een kernaanval. Alle forten zijn eigenlijk zwarte gaten. Niemand mocht weten dat ze bestonden. Zo ook dus op Nieuwersluis, waar nog iets extra geheimzinnigs is, namelijk dat commandocentrum waar Sascha over vertelde. Wij hebben geprobeerd in onze tentoonstelling kunstenaars uit te nodigen die het thema verborgen krachten helemaal aan alle kanten uitleven. Zoals het duo Stout en Smits, die een soundwalk hebben waar drie spoken in je hoofd kruipen. Met die spoken ga je over het Fort Eiland lopen. We hebben een Russische fotograaf, Danila Takachenko, die allemaal plekken heeft bezocht die vroeger in de Sovjet-Unie totaal verboden waren en daar prachtige, sprookjesachtige foto's van heeft gemaakt. En we hebben een Oekraïense kunstenaar die eigenlijk de andere kant van de Koude Oorlog laat zien, namelijk vanaf de kant van het Sovjetrijk. Dat is Mykola Rykni. En we hebben ook nog het meest verborgen kunstwerk eigenlijk in het torenfort. Daar zie je niks, daar hoor je alleen maar wat. Daar hoor je het reveil blazen, dus de wake-up call voor elke militair. Maar dan in versies zoals je het nog nooit eerder gehoord hebt.